Een paar stellingen voor Rini, waar ik een kort antwoord op zou willen, Rini. Ook ik had in zo'n busje in Bulgarije terecht kunnen komen. Nee, nooit. Nee? Nee. Geen sprake van. Ik voel me als oud topsporter verwant met Rudy Lubbers. Zeer zeker, 100%. Ik denk nog vaak aan tante Koske. Ja? Ja. We gaan het er straks nog heel even over hebben, over tante Koske. Dat blijft even hangen. Als die er niet geweest was, was er voor mij niks terechtgekomen, was de volgende. Ik denk het te waren. Ja, hè? Zo iemand probeer ik ook voor anderen te zijn. 100%. Ik heb Rudy Lubbers al veel vaker geholpen, maar eigenlijk helpt het allemaal niks. Het helpt wel, want de mens moet ten alle tijde geholpen worden. Daar ben ik me bewust van geworden. En ik ben ook hier nu vandaag, omdat ik mijn verleden arm gemaakt heb om in de toekomst mensen te kunnen blijven helpen. Ja. En met wijsheid en de juiste stappen, de juiste mensen te vinden om dat te laten gebeuren. Die dag in het geel in de Tour was de mooiste dag van mijn leven. Nee. Nee? Nee. Rini Wagmans. Een dag in het geel in de Tour, dat heeft hij toch meegemaakt. 3 etappes op zijn naam, 5e in de Tour de France van 1970. Maar ook na zijn wielercarrière blijft hij huzarenstukjes uithalen. En zijn laatste, het terughalen naar Nederland samen met zijn team van oud-profbokser Rudy Lubbers. Die zat met zijn honden en zijn partner totaal te verkommeren in een busje in Bulgarije. Nog een fragment uit Andere Tijden Sport. Ik mis bepaalde dingen die je niet eigenlijk niet mag missen. De opvoeding van mijn kinderen. De kleinkinderen die groter worden. Mijn dochter. En dat mis ik gewoon. Het is vies koud. Ik durf niet te zeggen van ik weet niet of ik het overleef. Maar het zal een harde klus worden. Ja, Rini, daar schrokken wij met z'n allen van. Ja, heel erg. Jij ook, hè? Ja. Toen we dit zagen van... Heel erg, ja. Want jij kende hem al lang, hè? Je was al lang. Ja, heel lang. Heel lang. Hij is natuurlijk een topsporter geweest. Iemand die tegen Mohamed Ali, Cassius Clay, bokst. En 2 Olympische Spelen meemaakt. En 10 keer kampioen wordt, Europees. Alles kampioen, boksen was... Dat was gewoon een topsporter in de jaren 70. Jij hield ook van hem als bokser? Ja, heel erg. Hij was zeer kundig. Hij was niet een bokser die paniek wilde zaaien door KO. Hij was technisch bokser en zeer intelligent. Ja, ja, een intelligente bokser. Het lijkt bijna aan tegenspraak, of niet? Een intelligent mens, want hij heeft goed gestudeerd. Hij was afgestudeerd. Ja. En hij was een van de eerste sporters die dat ook meemaakte. Zoals wij in de wielersport ook meemaakten. Vroeger waren wij boerenzoons die op de fiets klommen omdat we niks hadden. En Rudy ging boksen om ook iets te bereiken in zijn leven. En zijn studie heeft hem daar zeer duidelijk bij geholpen. Een gelooflijk intelligent mens. En wanneer kwam hij weer op jouw pad, persoonlijk ook? Persoonlijk, als wij topsportvrouw of man van het jaar meemaakten, ontmoeten wij elkaar wel eens. En dan in één keer zie ik een stuk in een landelijk dagblad staan. Dat hij in de problemen zat. Ik ben met mijn vrouw, Ria, samen naar Zwalmen gereden. Naar een telefoontje gekregen te hebben van meneer Vragen. En ik ben gekomen daar, ik heb gevraagd wat we konden doen. We hadden toen een klein groepje mensen, die sportmensen in nood hielpen. Heel discreet. Mm-hmm. En we hebben dat gedaan toen, we hebben hem geholpen. 6 maanden is dat prachtig gegaan. Het was ook weer een schitterend nieuwe mens geworden. Alleen, hij had een vrouw, wat hij van hield, Ria. En, die ook in Bulgarije bij hem was, in de busje? Die was toen ook bij hem. Alleen, er was toen even een soort pauze van 6 maanden. Het was een heel ander mens geworden, maar hij hield toch van Rietje. Ja. Hij zei ook altijd, mijn lief, mijn Rietje, mijn meisje, en noem maar op. Maar al met al is Rudy... Maar zij had een probleem. Rudy is eigenlijk al een jaar of 10 een beetje een zorgenkind voor jou. Nou, zo zou je het bijna kunnen zeggen. In gedachten. Kijk, als je je zorg maakt om maatschappelijke problemen, dan ben je in gedachten bij medemensen. Maar je kunt er soms niks aan doen. Bij Rudy kon ik er iets aan doen. Ja. Waarom voel jij je geroepen, Rini, om dan te handelen? Ik ben vanaf mijn 7e jaar zo geweest. Ik heb in mijn jeugd 2 zussen en een broer grootgebracht, noem ik maar. Naar school, eten gegeven, gewassen, gepoetst. En in een later stadium ben ik dat blijven doen voor sporters van de velden. Nou moeten we even uitleggen, hè? Jouw tante,
Tante Koske, ja. Tante Koske, waardoor je net meteen vol schoot. Hè? Dat is voor jou dat de reddende engel geweest. Maar hè? Dat kan ook niet anders, omdat als je als jongen van 15 op straat komt te staan met een klein koffertje. En je hebt geen toekomstvisie en je hebt helemaal niks. En je mag en kunt dan aankloppen bij Tante Koske. Maar hoe kwam het dan dat je daar stond met dat koffertje? Omdat mijn vader en moeder scheiden, van elkaar gingen. En mijn moeder vertrok naar rechts en mijn vader naar links. En voor mij was geen plaats. Want ik was te opstandig, want ik had namelijk dingen gezien waar ik tegen geageerd had. Ja. En dat was mij kwalijk genomen. En wat was jouw tante voor iemand? Schitterend nobel mens. Die ten eerste haar eigen kinderen liefdevol grootbracht en voor de maatschappij iets heel unieks gedaan heeft. Mij bij de arm genomen en de weg gewezen in het leven. En dat heeft jou gemaakt tot wie je bent eigenlijk? Ja, ja, 100%. En je zei net ook 100%, daarom doe ik wat ik doe. Ja. In de nagedachtenis van jouw tante, die jou zo goed geholpen heeft. Ja. Is ze er nog? Nee, hè, denk ik. Ze is 94 mogen worden. Ja. En ze lag op sterven op bed. En ik was een beetje aan het jennen, niet maar een beetje aan het plagen. En het was de laatste dag van haar leven en ze zei, pestkop, niet doen. Je bent altijd bezig. Ja, toen was ze 94 en stervende, maar ze wist precies nog, al was ze een klein beetje dement wie ik was, want ze noemde mij Munne Jongen. Ja, ja. Zei er weer, Munne Jongen, op het Brabantse. Ja. En dat fietsen, je zei net al, hè, dat was eigenlijk omdat je niks anders had, hè? Wij waren arm, zo arm als de luizen. Dus je moest iets gaan doen. En gestudeerd had ik niet, want ik had 164 dagen niet op school geweest, omdat ik voor mijn zusjes en mijn broertje moest zorgen. En dat is te zien dan op uiteindelijk in je rapport. En nou, daar kreeg ik echt problemen mee. Ja, ja. Nou, die heb ik wel gestudeerd natuurlijk. Want ik ben wel lomp geboren, maar niet gebleven. Herken jij iets van dit verhaal? Ik vind het moeilijk om hier naast deze man te zitten. Ik vind het zo'n bijzonder mens en wat hij vertelt, wat hij is geworden. Ik herken natuurlijk een deel van mezelf daarin. Want jouw jeugd ging ook niet over rozen? Nee, ik was 11 toen ik uit huis ging. Of toen mijn moeder en vader gingen scheiden en toen ging ik naar het internaat. Maar als ik naar hem kijk en dat hij ouder is dan ik en dat hij nog steeds... Want ik denk van, op een gegeven moment ga ik stoppen om te kijken naar anderen en gewoon mijn eigen leven leiden. En dan zie ik hem op deze leeftijd zich nog zo bekommeren om mensen zoals hij in het leven staat. Wauw, dat doet mij al wat. Ja, ja, want we zien nu even jou bezig met Rudy Lubbers. Dat komt naar buiten, maar eigenlijk doe jij veel meer, hè, Rini? Ja, veel meer, ja. Ja, mensen in Willebrod, die weten dat al heel lang. En de mensen die kijken en ik geholpen heb, die zouden eigenlijk moeten beloven. Wat moeten ze beloven, Rini? Dat ze er iets aan gehad hebben. En de mensen ook helpen. Ja, ja, ja. Dat zou je graag zien. Ja. Ja. Ja, want de wereld wordt er niet zachter op, hè? Nee, heel jammer. De wereld is heel dwaas geworden, ja. Door sociale media zijn alle jonge mensen heel wijs geworden. Ouderen zijn verstrikt geraakt in praktijken van het verleden. En het verleden geeft geen toekomst voor de mensen die nu leven. De gele esjes in Parijs, de gele esjes in Amsterdam, de gele esjes die overal tevoorschijn komen, zijn van mensen die begrijpen dat de oude garde niet meer snapt waar ze mee bezig zijn. Want economie, milieu en dergelijke is grensoverschrijdend en heeft niks te maken met hier. Wij moeten in een verenigd Europa nu begrijpen dat we met z'n allen punten kunnen zetten. En ook de politiek van nu zal bewust moeten zijn van dat feit dat ze naar jonge mensen moeten luisteren, de natuur lief moeten hebben en de medemensen moeten geven. Geen aanmaningen, geen deurwaarders en geen belasting aan straatmensen die leven van niks. Om die dan eventueel de ambtenaren, oftewel de mensen die daarmee bezighouden worden, bezig te laten zijn om niets te bereiken. Ja, maar jij kunt ook niet iedereen helpen, hè? Ja, veel wel. Ja, maar nu kom je weer in de publiciteit en nou denken mensen, we moeten allemaal naar Rini toe. Abu Talib heeft het al gezegd, schitterende burgemeester van Rotterdam, die zegt, laat de ambtenaren nu eens begrijpen, en gisteren was de ombudsman op tv, laat de overheid nu eens begrijpen dat aanmaningen, deurwaarders, processen en dergelijke geen oplossing zijn
om een zwerver of een arme mens terug op de been te helpen. Want als je een arme mens helpt, kan het een voordeel zijn voor de maatschappij. Want hij kan namelijk dan zijn kennis en kunde die hij bezit. Want iedere mens bezit, hè. Ieder mens is waardevol die leeft. Die kan dan meehelpen om zijn medemensen te helpen. Als mantelzorger, als verzorger van het milieu, als verzorger van... En noem maar op. Jij doet ook aan mantelzorg, Rini? Ja. Ja? En mijn vrouw is al 7 jaar ziek en ik ben als enigste ben ik al 7 jaar dag en dag bij mijn vrouw in die noden. Ik sta iedere dag nu tegenwoordig om 4 uur op. Om zeker te zijn dat mijn vrouw, wanneer ze iets nodig heeft, dat ook krijgt. Ja. Jij verdient een, hoe noemen ze dat, een heilige status? Nee, ik ben gewoon een boerenjongen. Ik ben helemaal niks. Ik ben gewoon een boerenjongen, ik ben helemaal niks. Als ik ooit van mijn leven doodga, dan zou het eigenlijk zo moeten zijn. Dat er iets overgebleven is. Ik heb net al gezegd, ik ben arm geboren, maar ik ben ook arm gaan leven. Om in de toekomst rijk te kunnen zijn qua geest. Om mensen te helpen. En mijn geest zal ten alle tijde doorleven. En dat zou heel mooi zijn, Rini. Blijf je Rudy ook bijstaan? Want altijd. Hoe gaat het nou verder met deze man? Altijd. Hè? Dinsdag hebben wij een vergadering. Hij krijgt een comité van 7 mensen die hem helpen. Ik weet niet of ik de namen kan noemen, maar Marcel. Bettine Vriezenkoop, meneer René Peters en meneer Jan, de advocaat. Hij kreeg een team van mensen, 7 ja. mensen. Die hebben de laatste week allemaal minimaal 20 uur per dag voor hem bezig geweest. Die gaan zorgen dat hij stabiliteit heeft om door te kunnen leven, ook met zijn RIA. Ja. In een woning waar onderhouden mochten worden en mogen worden. Dat buren niet gaan klagen dat er gekeft en geblaft wordt. Dat ook, de dieren zijn trouwens heel goed opgevangen. Er komen ook naar huis, 6 stuks. Ja. En dat komt allemaal goed. Het komt allemaal goed. Ja. Dat wordt allemaal geregeld voor Rudy. Wij blijven het volgen. Hij blijft even uit de publiciteit. Hè? Tot dinsdagavond, ja. Ja, even rust voor deze prachtige oud-bokser. Ja. Dankjewel, Rini, voor jouw verhaal. Heel graag gedaan.